Claudia, waar komt eigenlijk jouw liefde voor Schiedam vandaan? Um, Wauw, wat een vraag. Ja, ik, ik kan een heel verhaal afsteken. Uh, ik denk dat het, het belangrijkste is dat het vandaag heel erg juist over Schiedam gaat. Want hoe kan je nou niet van Schiedam houden? Zo'n mooie stad. Dankjewel. Dankjewel, Jan-Willem. Koen cool Woutersen, hij is van de Stokerij. We zijn op het oude stadhuis. Koen, cool, wat gebeurt hier allemaal? Wij zijn aan het filmen voor uh, De Familie. En De Familie, dat wordt een bioscoop. Een uh, bioscoopserie voor 2025. Dit is uh, voor 750 jaar Schiedam. Schiedam viert 750 jaar in 2025. En daar maken wij een bioscoopserie voor, voor de hele stad. Met de hele stad. En waar gaat het zo'n beetje over zonder natuurlijk de kloed te verklappen? Uh, het is een misdaad sprookje. Uh, eigenlijk, eigenlijk geïnspireerd op Hamlet. Uh, uh, maar dat, dat, dat hoef je niet te zien, dat hoef je ook niet te weten. Maar het is een misdaadsprookje over een geneve familie uh, Een beetje soprano's, uh, Stranger Things-achtige serie. En, maar dat speelt zich helemaal af in een, in een geweldige ansichtkaart van, van de stad. Want we zijn ook heel trots op Schiedam. En vooral de veelzijdigheid van de stad. Dus dat, uh, dat nemen we er helemaal in mee. Daar nou, zullen mensen denken van, nou, dan neemt hij professionele acteurs voor. Integendeel. Ja, <laughs> nou, ook wel. We hebben, we, hebben, we hebben vijf professionele acteurs. En verder hebben we, uh, dat, uh, hebben we ontzettend veel mensen uit Schiedam die meedoen. We hebben vijf professionele acteurs. We hebben de, 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 de jongeren worden gespeeld door zes van mijn leerlingen, zeven van mijn leerlingen van de jonge stokerij, die eigenlijk al vanaf 2016. Uh, theaterles volgen, wekelijks. En waar we heel veel voorstellingen mee gemaakt worden, hebben. Maar die, die zijn zo goed nu. Sommigen gaan naar toneelscholen. En die, uh, nou, die, zitten, die, zit, die spelen nu de hoofdrollen. Dus dat is wel heel erg te gek. En verder, ja, het is voor 99,9% uh, Schiedams, deze serie. En dat is ook wel gewoon heel erg leuk. Dat je, dat je, de zeekadetten werken mee, de koren werken mee. Alle muziek wordt Schiedams uh, 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 ja, de hele stad doet hier aan mee. Dat is, dat is heel tof. En niet alleen de usual suspects, maar wij, uh, we hebben ook... Uh uh, uh, Bulgaarse families die meedoen, uh, want we hebben een Bulgaarse les, uh, les, les, lesauto en die, die kunnen ook die zingen geweldige liederen. Dus die heb, die heb ik er graag bij en de Turkse slager, die heb ik er graag bij. Dus echt eigenlijk de hele stad en ook de hele stad moet voelen, ja dit is van ons en dat, dat willen we doen met de serie. Dan mag ik even toekijken. Ja. Wat mij opvalt, mensen denken van nou we schieten even een filmpje, even één keer, twee keer draaien en dan is het klaar. Het eist heel veel geduld en zorgvuldigheid vooral. Ja, 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 maar is, ik vind het ontzettend leuk om, om, om dit een keer te doen. We maken natuurlijk altijd toneel en dat is heel groot en dat, is heel, uh, uh, ja, dat, dat, dat moet overkomen op het toneel. En, het hele, en je moet het verhaal vertellen in een, in een uur, twee uur aan het publiek. Terwijl nu mag je echt heel gedetailleerd werken. Je mag, met, ja, je mag de pijn zien in de ogen terwijl het niet gespeeld wordt. En dat is te gek dat je het zo, zo, zo mag pakken. Ten slotte zullen de mensen denken van, nou hartstikke mooi, maar wanneer gaan we hem zien? Heel 2025. Het plan is, en uh, daar zijn we met uh, Wenneken Cinema, maken we dit plan. Uh, maar om eigenlijk vier keer per jaar een première te, te hebben in, in Wenneken Cinema. Uh, dat begint in maart, maart dan de eerste en de laatste uh, in september als het feest van, tweede, van 750 Schiedam. Afsluit, dan komt de laatste komt in de bioscoop. Dan hebben we nog, nog één première. En daarna willen we, ja, we... We willen sowieso dat het het hele jaar te zien blijft. Dus we doen ook uh, dubbelvoorstellingen. Dat je twee afleveringen naar elkaar kan zien met eten ertussen. We willen marathonvoorstellingen. Als het allemaal klaar is, dat je nog kan gaan. Dat je gewoon eigenlijk de vier afleveringen achter elkaar kan zien. Uh, we zijn met Pathé in gesprek. Of daar niet een speciale première kan komen. Met Theater aan de Schie. Natuurlijk, want dat is ook heel te gek om daar een voorstelling te doen. En op die manier ja, hopen we toch dat, dat iedereen het ook kan zien en wil zien. Ja, is zo.